Mijn naam is Nico van der Zaan en wij van Social Elephant helpen bedrijven om online te groeien. En in deze tip wil ik het met jou hebben over dat nu het de tijd is om jouw businessmodel online te gaan ontwikkelen. Veel ondernemers hebben het moeilijk in deze tijden en denken, ja, hoe ga ik nou eigenlijk als horecagelegenheid overleven of als webshop of als retailer mijn spullen online brengen. Maar nu is het juist de tijd om stappen te gaan nemen online. We kunnen dat heel mooi zien bij de Rode Winkel. De Rode Winkel is nu ook wat rustiger in de winkel, die zit er midden in Utrecht. Maar de eigenaar Daan Broekman die heeft eigenlijk afgelopen 3 weken dag en nacht vol zitten kloppen om een webshop in orde te krijgen. En die hebben dan ook ontzettend veel omzet nu via de webshop gekregen. Kortom, het is nu gewoon de tijd om even te kijken hoe ga ik nou online innoveren en welke stappen kan ik nou nemen. Nou, mocht jij nou willen weten hoe je online kan innoveren en welke stappen je dan kan maken, bel ons dan eventjes. Dan maken we even tijd om even rustig met jou te kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe jij eventueel snel online kan innoveren. Denk hierbij ook aan gewoon gebruik maken van bestaande platformen als een thuisbezorgd of als iets. Maar ga gewoon nadenken welke dingen kan ik nu nog wel doen in deze tijd. Want nu is het de tijd om te innoveren en nu is het de tijd ook om stukken online te gaan doen. Dus mocht je voor grote uitdagingen staan, ga nu online. Mijn naam is Nico van der Zaan en wij van Social Elephant helpen bedrijven om online te groeien.